What up mensen, is je boy Q. Vandaag is een dag dat ik gewoon echt geen zin heb om naar de gym te gaan. Ik heb wel zin om te trainen, maar ik heb geen zin om auto in te stappen, weer naar de gym te rijden. Het is weekend, gewoon even lekker rust. Gewoon even thuis blijven. Maar we willen natuurlijk wel gewoon bewegen. Dus wat ga ik doen? Ik ga een lekkere kleine full body workout thuis doen. Ik zou zeggen, kijk en doe mee. Oké, we beginnen de training met wat push-ups. Dit doen we 3 keer 20 keer. Voor de vrouwen die kijken, wat je mag doen, is op je knieën. Ja, en dan ga je met je borst naar de grond. Niet met je hoofd, dus niet dit. Kijk vooruit en met je borst naar de grond. En voor de mannen, natuurlijk gewoon recht als een plank en de push-ups maken. 20 keer. En dat doen we dan vervolgens nog 2 keer. In totaal 3 keer. Dus 3 keer 20 keer. Oké, voor de volgende oefening gaan we liggen op onze buik. Je handen gaan onder je kin. Benen gestrekt en je gaat omhoog. 20 keer nog. Dit doen we ook 3 keer 20 keer. Oké, bij de volgende oefening gaan we lekker zweten. We gaan sprintjes trekken op de plek. Dit gaan we 3 keer 30 seconden doen. Wat je gaat doen, je gaat op de plek bewegen. Probeer je handen mee te bewegen. Maak je het wat makkelijker. En vervolgens sneller, 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 sneller. En dan 30 seconden. Goed blijven ademen. Goed je knieën omhoog. Volgens mij waren dat 30 seconden, ik heb in mijn hoofd geteld. Ik weet niet precies, maar ik ben goed bij het adem. Pak even 30 seconden rust en dan ga je weer. Oké, volgende oefening. Benen, sidestep, lunges, slash squats. Deze doen we per been 15 keer. Wat je doet, benen naast elkaar. Met één been stap je uit, andere been blijft gestrekt. Stap uit, maak een side lunge. Ja, doen we per been 15. Wissel om van been. Zelfde beweging. En rust. Doe je ongeveer 30 seconden rust. En dan doe je weer 15-15 per been. Oké, volgende oefening, lekker makkelijk. Je gaat je handen in de lucht, gespreid, langs je lichaam en je gaat kleine rondjes draaien. Doe je dit 30 seconden, 1 minuut, tot je het voelt branden. Niet dit, niet hele grote rondjes, nee, kleine rondjes draaien. Goed die spanning op je schouders zetten. Gewoon langzaam naar voren draaien. Als dat zwaar wordt, draai je naar achter, wissel je om. Lekker laten branden. Oké, de laatste oefening. Houden we ook makkelijk. Benen naast elkaar. Kleine ruimte. En wat je doet, je zakt naar beneden en je tipt je hielen aan van je voet. Naar beneden. Hop. Eén voet blijft staan, de andere voet gaat naar achter. Hop. Hop. Totaal 20 keer. Probeer je balans te houden. Ja, probeer door je knieën te zakken, zodat je goed spanning op je benen hebt. Yes, en dat was een lekkere, snelle thuisworkout. Dus als je geen zin hebt om naar de gym te gaan zoals mij, zoals ik vandaag,
is dit een lekkere alternatief om even lekker toch te zweten. Ik heb lekker gezweet. Onthoud, doe alles 3 keer. 3 keer 20 keer of 30 seconden of 1 minuut met 30 seconden rust. En dan is dat genoeg voor vandaag. Heerlijke workout gehad. Als je het tof vond, als je hebt meegedaan, duim omhoog voor jou. En als je het leuk vond, duimpje omhoog voor mij. En abonneer en like. En dan check ik jullie in de volgende video. Is je boy Q.